Hoi allemaal. Je zult je wel afvragen als we het over lezen en graveren hebben waarom ik dan met een zaag sta te spelen. Nou, dat ga ik je zo meteen vertellen in de volgende video. Hoi allemaal. Hartelijk welkom bij weer een video over Lightburn in Depth. In Depth is een serie waarin bijzondere thema's over Lightburn aan bod komen. En ik heb er alweer een paar op de planning staan. Je zag mij zojuist iets heel ongewoons doen. Je zag mij zagen buiten. Je zult je afvragen van waarom maakt iemand nou, als hij het over Lightburn gaat hebben en over lasers, waarom ga je dan staan zagen buiten? Nou, dat is omdat we vandaag een heel bijzonder begrip aan de kaak willen stellen. En dat is een begrip wat met name in de houtbewerking heel veel voorkomt. En in zekere zin doen ook wij aan houtbewerking. Wat is dat begrip dan? Dat begrip dat heet kerf. Kerf, zul je zeggen? Nooit van gehoord? Misschien heb je er wel van gehoord. En als je er wel van gehoord hebt, dan ben je beter als mij. Want 3 maanden geleden had ik er nog nooit van gehoord. Maar nu wel, ik weet wat kerf is. Kijk, als jij een plaatje hout pakt van precies 20 centimeter bij 20 centimeter. Voor mij part machinaal gemaakt. Dan weet je dat het precies 20 bij 20 is. En je wil dat plaatje in 4 delen. In vierkante plaatjes van 10 bij 10. Dan moet je dus 2 zaagsnedes maken door het midden. 1 horizontaal en 1 verticaal. Ik garandeer jou. Dat met welke zaag je dit ook doet. Je krijgt dit nooit precies vierkantjes van 10 bij 10 centimeter. Dat is namelijk onmogelijk. En dat komt door kerf. Wat is kerf? Kerf is de diameter van je gereedschap. Als je gaat zagen, dan heeft die zaag die heeft een diameter. 1,5 millimeter, ik weet niet precies, ik heb het niet gemeten, maar die heeft een diameter. En zaagsel komt door het wegzagen van hout. Dat wil dus zeggen dat die zaagt in principe die millimeter of 1,5 millimeter dik die is, die zaagt die uit het hout weg, waarmee het onmogelijk geworden is om 4 plaatjes van 10 bij 10 centimeter te creëren. Dat kan namelijk niet, want je hebt zaagsnedes gemaakt met een diameter van 1 tot 1,5 millimeter. Dus dat is onmogelijk. Dan zul je zeggen, dat maakt toch niet zoveel uit? Maar dat hangt er vanaf wat je doet natuurlijk niet. Als het een heel nauwkeurig werkje is, dan maakt dat dus wel uit. En laten wij ditzelfde probleem nou toch bij lasers hebben. Alleen bij lasers is het niet het zaagblad. Het is dus ook niet zo dik als het zaagblad. Maar het is er wel. En wat we daar hebben, dat is de straal van de laser. De laserstraal. In Lightburn kun je dat corrigeren. Dus je kunt een instelling doen waardoor die laserstraal gecorrigeerd wordt. Alleen moeten we dan wel weten van hoe breed, zeker hoog, is dan die laserstraal. En dat moeten we gaan vaststellen en dat gaan we vandaag doen. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag, ik heb iets ontworpen, zal ik straks laten zien. We gaan dat laseren, we gaan snijden. In die snede komen er 4 kantjes uit met in totaal 10 zaagsneden. Eentje links, eentje rechts. En als je ze tegen elkaar aanlegt, dan heb je dus 10 zaagsnedes. Als we dat dan vervolgens weer in de mal leggen waar het uitgezaagd is. Hè, want je zaagt het eigenlijk uit een stukje hout en je legt het daar weer in. En je schuift het naar 1 kant, zal er aan de andere kant een open ruimte ontstaan. En die open ruimte, dat is de kerf van 10 lijnen. Als je dat dan weer door 10 deelt, heb je dus de kerf van 1 lijn te pakken. Oké, dat is echt een maar. En die maar moet ik vooraf vertellen. Ik heb overigens de werkwijze die ik gebruik voor een gedeel gepikt van YouTube kanaal Steve Makes Everything. Steve, dank je voor een stuk van de methode. Namelijk de methode van de 4 kantjes komt van jouw website vandaan. In het verleden waren de lasers over het algemeen dot lasers. Dat wil zeggen, de laserstraal was een punt, het was een cirkeltje en die moest je zo klein mogelijk maken. Hoe kleiner je maakte, hoe sterker de laser kon laseren. Echter, veel van de tegenwoordige lasers, en ik kijk bijvoorbeeld naar mijn Artur 15 watt, maar ook de 20 watt versies en de pro versies. Mensen die mijn video's kijken, ik weet dat er een aantal tussen zitten die een Artur 20 watt pro hebben. Een Laser Master 2.
Die heeft geen dot laser, maar die heeft een rechthoekige laser. Misschien is je het wel eens opgevallen. Als je een snijopdracht doet van een vierkantje, wat je gewoon keurig recht op je bed legt, dan zul je zien dat de verticale snede makkelijker doorsnijdt dan de horizontale snede. En hoe komt dat nou? Omdat die verticale snede, dat is eigenlijk zeg maar de rechthoek, dus zeg maar de lange zijde van de rechthoek, terwijl de horizontale zijde de korte van de rechthoek, de korte zijde van de rechthoek is. Waarom is dat een probleem? In die zin is het een probleem dat zeg maar als wij straks zeg maar dus in feite, want wat we eigenlijk doen is daarmee meten de breedte van de straal. Ja? Daarmee hebben we niet de hoogte van de straal gemeten. We meten dus ook echt de breedte van de straal, niet de hoogte. Het is ervoor bedoeld om zeg maar die tussenruimte tussen twee sneden zo klein mogelijk te krijgen. En dat is met name van belang wanneer jij bijvoorbeeld iets met een inlay gaat maken. Hè? Stel je hebt een stuk hout. Je gaat met een freesmachine, doe je daar letters in uit carven, uit frezen. En je doet met hetzelfde bestand nu de letters laseren met op dun hout, zeg maar. Om vervolgens die dunne letters in die uitgefreesde letters te leggen. Hè. Dat kun je met twee kleuren hout heel mooi doen. Nou, dan zul je zien dat kerf dus het probleem veroorzaakt, waardoor die letters niet strak in, in dat andere hout passen, maar waardoor ze er losjes in liggen. En hetzelfde geldt voor die kistjes, zoals ik ze wel eens maak met van die finger joints, noemen ze dat. Dus zeg maar zo'n kartel, zo'n kantelen figuur. En als die tussenruimte te groot is, zul je merken dat je ze moet verlijmen en echt moet verlijmen, om de simpele reden dat het niet echt lekker strak genoeg past. Door die kerf te gaan corrigeren in Lightburn. In Lightburn kun je één correctie invoeren. Ja? Door die correctie in Lightburn in te voeren, corrigeer je dus in feite één van de twee waarden, de horizontale of de verticale waarde. Maar ik zei al, het is een rechthoek. Ja? Dus in de verticale lijn zullen we zien dat zeg maar omhoog gaand het brede gedeelte. Kijk maar naar die plaat achter mij. Dat is een rechthoek. Zeg maar, op deze manier gaat hij als het ware door het hout als hij van onder naar boven gaat. Dat wil zeggen dat wat wij gaan meten is de breedte. Dat is dus de smalle zijde. Maar de bovenkant kunnen we dus niet corrigeren, want ik kan in Lightburn maar één correctie invoeren. Oké, dat is misschien wat lastig uitgelegd. Je gaat het zien. Ik ga je laten zien wat ik daarvoor gemaakt heb. Met dank dus aan de website van Steve Makes Everything. Dat gaan we laseren en dan ga ik je zien, laten zien hoe we daarmee omgaan. Zo, en dan zijn we even kort in Lightburn. Dit is wat we ontworpen hebben. Ja. Allereerst twee testpieces, twee teststukjes die we straks in elkaar gaan proberen te drukken. Namelijk, we zullen zien dat als we het nog niet gecorrigeerd hebben, dat het er relatief losjes in zit. En als we de kerf gecorrigeerd hebben, is de bedoeling dat het natuurlijk strak in elkaar schuift. Dan hebben we in het rood hier een vormpje gemaakt met de tekst kerf. Nou, dat is allemaal optioneel, dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar het belangrijkste gaat om deze 9 vierkantjes die ik hier heb. En die 9 vierkantjes, die gaan we uitsnijden. Die vierkantjes zijn 15 mm bij 15 mm. En als we dat uitgesneden hebben, dan gaan we ze weer in dit plaatje leggen. Opnieuw, alleen nu helemaal naar rechts geschoven. Zo ver mogelijk naar rechts. En we zullen zien dat hier dan een open ruimte gaat ontstaan. En die open ruimte, dat is de kerf van 10 lijnen. Want dit zijn 10 lijnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De kerf van 10 lijnen. Slimmerikken zullen nu zeggen, je kan het natuurlijk ook verticaal doen natuurlijk. Dat kan, dat is ook helemaal geen probleem. Alleen het punt is dus, ik kan in Lightburn slechts één correctiegetal invoeren. Dus ik moet of de breedte of de hoogte corrigeren. En ik kies ervoor om de breedte te corrigeren. Want ik ben bang dat als ik de hoogte corrigeer, dat ik dan misschien de zaken veel te strak ga krijgen. Omdat dus de hoogte, weet je nog, we hadden gezegd dat die straal, die ziet er ongeveer zo uit. Zie je dat? Dus dit corrigeren, deze lijn, is minder gevaarlijk dan die lijn. Overigens, waar bestaat die correctie uit? Die correctie bestaat simpelweg uit dat hij, de correctie die ik ingeef, dat hij een buitentekening maakt. Je kunt dat zelfs laten zien, want als ik het selecteer, en ik klik hier deze knop hier, dat is zeg maar de offset. Nou, dan kan jij een offset gaan maken. Ik doe het even heel extreem, 1 mm offset. Dat is wat hij doet. Hij maakt een offset naar buiten.
waardoor die zeg maar eigenlijk de zaagsnede compenseert, zeg maar, als het ware. Nou, die millimeter is veel te groot, hoor, geen zorg. Maar dat is wat hij doet. Maar dat, als je dit van die breedte zou gaan toepassen op die hoogte, dan is dat verschil minder erg wanneer ik die, dan wanneer ik dit, die hoogte zou gaan compenseren en die gaat toepassen op de breedte. Ja, dat is moeilijk uit te leggen, maar dat is echt problematisch. Oké, dit gaan we laseren. We gaan dit snijden en laseren en dan gaan we zien wat daaruit komt. Zo, we hebben het modelletje wat ik gemaakt heb gelaserd. Let niet op, op sommige van die blokjes staan rare streepjes. Ik heb namelijk geen honeycomb bed. Als je gaat snijden is het handig om dat te doen op iets waar lucht onderdoor kan. En ik heb daar simpelweg een afdruiprepje van de IKEA voor. En dit soort kleine objecten vallen dan naar beneden en vallen dan precies onder de snijsnede van de volgende snede, waardoor je een afdruk op die dingen krijgt. Maar het verhaal is simpel. Als we hier gaan kijken naar die twee delen, en ik ga proberen dat, ik ga ook even draaien zodat ik kan zien wat er op de camera gebeurt. Die twee onderdeeltjes pak, dan kunnen we zien dat daar wat beweging in zit. Ik kan ze erg gemakkelijk in elkaar schuiven en dat is kerf. Wat gaan we nu doen? We gaan deze 9 blokjes in dezelfde volgorde, maar naar rechts geschoven in de uitsnede, want hier komen ze ook uit leggen. Dus ik leg het erin en ik schuif het naar rechts. En dat doe ik met allemaal. Nou, ik kan nu al voelen dat ik ze er erg los in kan leggen. Helaas ook naar boven en naar onder, maar nogmaals, ik kan maar één correctie doen, geen twee. Zo, en als ik het nu naar rechts druk, en ik weet niet of je dat goed kan zien, maar ik ga proberen je dichterbij te brengen. Camera draaien. Dan kunnen we hier zien dat hier ruimte is. En die ruimte, die ga ik meten. Nogmaals, deze ruimte. Die ga ik meten, want dat is waar we mee te maken hebben. Ik ga de camera terugzetten. Even weer in beeld. En ik pak mijn schuifmaat. Oppassen dat die in zero staat. En nu ga ik met de schuifmaat proberen dit zo zuiver mogelijk te meten. Dat is vrij moeilijk, want het is dun. Even kijken hoor. Precies minder. En dan kom ik hierop terecht. 1,56, 1,55 millimeter. Zo. Nu weten we dat dit 10 sneden zijn. Hè? Dus van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sneden. Dus ik deel die 1,56 door 10. Dan moet ik dus in feite corrigeren 0,156. Maar dat is niet helemaal waar. Want elk blokje heeft twee kanten. Dus 0,156 gedeeld door 2 is 0,078. Even kijken, zeg ik dat goed? 15,6. Nee, 0, ja, 0,078, zo zeg ik het goed. Ja. 2 keer 0,078 is 0,156. En die correctie, die ga ik je laten zien hoe die in Lightburn inbrengen. Zo, we hebben het modelletje wat ik gemaakt heb gelaserd. Let niet op, op sommige van die blokjes staan rare streepjes. Ik heb namelijk geen honeycomb bed. Als je gaat snijden is het handig om dat te doen op iets waar lucht onderdoor kan. En ik heb daar simpelweg een afdruiprepje van de IKEA voor. En dit soort kleine objecten vallen dan naar beneden en vallen dan precies onder de snijsnede van de volgende snede, waardoor je een afdruk op die dingen krijgt. Maar het verhaal is simpel. Als we hier gaan kijken naar die twee delen, en ik ga proberen dat, ik ga ook even draaien zodat ik kan zien wat er op de camera gebeurt. Die twee onderdeeltjes pak, dan kunnen we zien dat daar wat beweging in zit. Ik kan ze erg gemakkelijk in elkaar schuiven en dat is kerf.
Wat gaan we nu doen? We gaan deze 9 blokjes in dezelfde volgorde, maar naar rechts geschoven in de uitsnede. Want hier komen ze ook uit leggen. Dus ik leg het erin en ik schuif het naar rechts. En dat doe ik met allemaal. Nou, ik kan nu al voelen dat ik ze er erg los in kan leggen. Helaas ook naar boven en naar onder. Maar nogmaals, ik kan maar 1 correctie doen, geen 2. Zo, en als ik het nu naar rechts druk, en ik weet niet of je dat goed kunt zien, maar ik ga proberen je dichterbij te brengen. Camera draaien. Dan kunnen we hier zien dat hier ruimte is. En die ruimte, die ga ik meten. Nogmaals, deze ruimte. Die ga ik meten, want dat is waar we mee te maken hebben. Ik ga de camera terugzetten. Even weer in beeld. En ik pak mijn schuifmaat. Oppassen dat die in zero staat. En nu ga ik met de schuifmaat proberen dit zo zuiver mogelijk te meten. Dat is vrij moeilijk, want het is dun. Kijken hoor. Precies minder. En dan kom ik hierop terecht. 1,56, 1,55 millimeter. Zo. Nu weten we dat dit 10 sneden zijn. Hè? Dus van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sneden. Dus ik deel die 1,56 door 10. Dan moet ik dus in feite corrigeren 0,156, maar dat is niet helemaal waar, want elk blokje heeft 2 kanten. Dus 0,156 gedeeld door 2 is 0,078. Even kijken, zeg ik dat goed? 0,078, zo zeg ik het goed. 2 keer 0,078 is 0,156. En die correctie, die ga ik je laten zien hoe die in Lightburn inbrengen. Om te beginnen is het de moeite waard even vast te stellen dat de functie die we gaan gebruiken alleen bij de optie lijn van toepassing is. Die gaan we dus niet voorkomen bij vullen of bij vullen en lijn. Echt bij lijn, dat is namelijk de functie die voor sneden gebruikt wordt. Als ik een lijn hier pak, zeg maar, ik pak even die zwarte en ik doe daar dubbel op klikken, dan kan ik hier de compensatie snijsnede doen. Sorry, niet zijsnede, maar snijsnede. En die compensatie, die moet dus bevatten 0,078. Ik heb het nog even voor de zekerheid uitgerekend, simpelweg voor mezelf. 0,078. Zo, naar buiten toe. En dat slaan we op. Ik doe dat ook bij deze. En heel belangrijk, dit ga ik doen bij alle dingen die ik wel eens als snijden gebruik. Nou, om te beginnen is dat bijvoorbeeld bij mijn timmerhout. Dat is eigenlijk degene die ik van al deze, even kijken, steen, spiegel, plywood gebruik ik niet. Tenminste nog niet om daarmee te snijden in elk geval. Op dit moment is dat alleen met het timmerhout het geval. Dus ik ga in mijn bibliotheek. Timmerhout bij cutting veranderen, want ook hier moet ik dus bij bewerksneden moet die 0,078 worden ingevoerd. Zo. Dat sla ik dan op. En met die setting gaan we nu proberen of die nu er beter uitkomt. Dus we gaan opnieuw de blokjes maken. We gaan niet het hele gebeuren maken. We maken deze 2 en we maken de 9 blokjes opnieuw. Ik ben zo weer bij je terug. Zo, en na het opnieuw lezen van de blokjes gaan we kijken naar het resultaat. Even wel een hele belangrijke tip vooraf. We hadden zeg maar het object gelezen met de blokjes erin in eerste instantie. Hè? Zo ongeveer. Op het moment dat je de blokjes opnieuw gaat lezen, waarop je die correctie al toegepast hebt, doe ze dan los van elkaar lezen.
Ik zal een plaatje in de video verwerken waarin je het ontwerp daarvan ziet. Waarom? Ze waren ontworpen als zijnde tegen elkaar aan zijnde blokjes, maar omdat je de omtrek gaat veranderen, je gaat naar buiten toe de blokjes vergroten, wordt eigenlijk alleen maar die zaagsnede als het ware weer dikker. En dat werkt niet. Dus vandaar dat je die blokjes los moet maken, zodat hij zeg maar die omtrek kan vergroten zonder dat dat een consequentie heeft op het blokje ernaast, zeg maar eventjes. En dat is gelijk ook een tip voor het verdere gebruik. Op het moment dat je deze functie gaat gebruiken, de vorm waar het in moet passen, doe je zonder de compensatie laseren. Ja? Want je wil die omtrek hetzelfde houden. Het is puur datgene wat erin moet passen, waar je dus die compensatie van die kerf gaat toepassen. Oké, eerst even de twee blokjes hier. Ik heb per ongeluk twee stukjes genomen waar al een beetje een snede in zat, zoals je ziet. Dus dat moeten we even negeren. Maar ik kan je vertellen dat het ietsje strakker zit, maar niet heel veel. Het is niet echt de moeite. Het blijft een los verhaal. Maar dat heeft te maken met het feit dat de kerf slechts gecorrigeerd wordt op de verticale lijn op dit moment en niet op de horizontale lijn. Dus eigenlijk, dit zou je eigenlijk willen compenseren in dit geval. Je kan daar natuurlijk rekening mee houden met als je iets gaat laseren, dat je dan bijvoorbeeld dit niet in deze setting lasert, maar in die setting. Ja? Oké, we gaan even zien. Dit zijn de nieuwe gelaserde blokjes die dus de correctie van de kerf gehad hebben. En die ga ik plaatsen in ons object. Ik ga eerst even laten zien hoe het eruit zag. Dat is misschien leuker. Even pielen. Zo. Hoppakee. En nogmaals, ik kan je zeggen, er zit dus een speling in van die 1,5 millimeter die we gezien hebben. Ja, dat kun je hier ook zien. Ik kan ze links naar rechts schuiven. Oké, nu ga ik de nieuwe erin zetten. Van 1 tot en met 9. Ik schuif ze meteen ook naar rechts. In video's die je op YouTube ziet, zie je vaak dat ze dus zeg maar ook dit soort blokjes zeg maar goed krijgen. Maar dat heeft dus te maken met het feit dat ze dan dus een dotlaser hebben en niet een laser zoals wij hebben met een rechthoek. Kijk, en als je nu kijkt, het zit er strak in. Nou, net niet strak genoeg zodat het er nog uitvalt. Ik ga het weer opnieuw erin doen, even wachten. Maar ik moet in die breedte duidelijk meer kracht zetten en we zien duidelijk geen speling naar links of rechts meer. En dat is dus die correctie van die kerf die ik daarop heb toegepast. Goed, nogmaals, doe er je voordeel mee. Het heeft dus vooral zin bij objecten waarbij het belangrijk is dat er een stuk zuiverheid komt. Denk aan puzzels. En dat het in dit geval bij onze laser, zoals ik het hier gedaan heb, alleen de verticale lijn is die gecorrigeerd is, niet de horizontale lijn. Dat gaat niet omdat het geen dot is, maar een rechthoek. En dat je in de gaten houdt dat het zeg maar hetgene waar het in moet passen, dus niet corrigeert, want dan maak je ook dat gat groter. En dan heeft het geen zin, dan maak je het gat groter en je maakt de blokjes groter, dat schiet niet op. Blijf je hetzelfde probleem houden. Dit was mijn video over kerf. Ik hoop dat je er iets mee kunt. Zo niet, mag je rustig vragen erover stellen. Tot de volgende keer. Dag.